Zoals jullie weten is jammer genoeg de beta afgelopen van Call of Duty World War 2. Dus moeten wij natuurlijk weer naar de oudere Call of Duty gaan overstappen. Dus gaan wij vandaag gewoon weer zoals ouderwet lekker een potje Call of Duty Black Ops 3 spelen. Want we gaan met de XMC spelen, omdat ik dat gewoon echt het chillste wapentje vind. Die natuurlijk op dit moment is in de gun circling van Call of Duty Black Ops 3 natuurlijk. Er zijn heel veel DLC guns, maar als ik er eentje moet kiezen vind ik dat dus echt wel de chillste om te gebruiken. Dus wij gaan er vandaag een potje mee spelen. Mocht je dit video nou leuk vinden, smash dan even op de blauwe mogen dan natuurlijk enorm. We gaan weer Black Ops 3 video's aankomen en tussendoor natuurlijk nog wel eens een keer een World War 2 video. Maar we gaan nu gewoon lekker naar het potje toe jongens. Ik hoop jullie dat jullie leuk gaan vinden, dus smash op dat blauwe duimpje omhoog en laten we gaan kijken hoe we het gaan doen jongens. Let's go. Hier moet je toch echt wel eventjes aan wennen jongens, als je gewoon weer van een boots underground Call of Duty komt, moet ik jullie eventjes gewoon eerlijk vertellen, want ja, dit is mijn allereerste potje weer nadat ik natuurlijk Call of Duty World War 2 een weekend lang zo heb gegrind natuurlijk en video's jullie heb opgenomen. En nu is helaas de beta afgelopen. Dus moeten wij weer gebruik gaan maken van de huidige Call of Duty. Wat op dit moment Call of Duty Black Ops 3 is, wat op dit moment ook aan spelers zijn. Dus ja, ik kan er niet heel veel aan veranderen dat we dit weer moeten gaan spelen. Aan de ene kant speelt het ook weer eventjes lekker. Gewoon om weer, ja hoe zeg je dat, weer, ja niet nieuws, maar gewoon iets vertrouwds te spelen. Waarbij je toch gewoon ja, de alle basic weer kent. En gewoon de hele volle game kan spelen. Want de beta is toch maar 3 mappen. En ja, een paar wapentjes maar. Wat niet gewoon het hele gevoel geeft. En je steeds eigenlijk na, zeg even 2 uurtjes alweer klaar bent. Omdat je natuurlijk de mappen al spuugzat bent. Maar we spelen vandaag een potje TDM. Met de XMC. Oftewel de MSMC op de map Combine. Beste map met het beste wapen. Lieg ik een beetje natuurlijk. Want Nuke dan is de beste map die je kan krijgen, vind ik persoonlijk. Ik word hier gehouden door de Olympia. Like, what the fuck? Alright. Let's go. We zijn lekker bezig al in het begin. Zit daar een tripmijn? Door deze vieze Rick. Daar in de verte zit ze. Maar ik lukt ze niet te killen, maar ze spannen waarschijnlijk achter me. Ik wist het. Oh, en dan gaan die tripmijns nog steeds af. Are you kidding me? Die zijn net niet door me afgegaan. Ja, zijn tactiek werkt. Daar kan ik niet veel aan veranderen, maar zijn tactiek heeft gewerkt. Om mij uit te schakelen daar zo. Nou, nu even goed opletten. Ze zitten hier. Teammates, gaan jullie voor? Offeren jullie hier op voor mij? Je zit gewoon hier, daar. Laat op. Daar. Ja, mijn aim was beter. Ja, zo kan je een beetje, laat maar zeggen, uittesten wie zijn aim beter is. Die van jou? Of die van de enemy? Teammates, had jij hem lekker bezig, jongen. Enemies hebben een UAV'tje in de lucht. Is niet heel erg chill om tegen je te hebben, maar ja. Ik kan er vrij weinig aan doen. Ik ben de afgelopen keer niet dood gegaan. Dus het ligt denk ik niet aan mij. Hoop ik. Hij is daar. Hij is daar. Oh, en mijn side kan hem gewoon niet pakken. Jammer. Uitkijken, want er zit daar iemand met een Tempest. Draai om dan. Dan pak ik jou eerst eventjes. Waarom draait hij gewoon eens met zijn Tempest niet om? Nou, daar zit iemand. Zit iemand in mijn rug. Zo, jou hebben we van vorige keer. Revenge. En dan. Heeft hij nou nog steeds die Tempest? Hoe? Nou. Nah. Hij heeft letterlijk die. Wat wil ik zeggen? Kapot schieten moet je dat ding. Hij heeft letterlijk die streak aanstaan. Of die perk. Waardoor je sneller je specialist haalt. Oh, ik kon hier wel een hele lekkere triple kill pakken. Helaas is dat niet gelukt. Kunnen we ook niet zoveel aan doen. Psych! Alright, we kunnen weer door. Kom op, hoe heet jij, Reels? In ieder geval, ja, ik kan het trekken. Dus je bent een Nederlander, denk ik, of een Belg. Kan het goed in Duits zijn, I don't know. Maar ik denk meestal wel dat als je dat hier klinkt hebt staan, je een Nederlander bent. Maar je weet het nooit, hè? Oh, huh! Hij kwam er dus blijkbaar achter vandaan. Ik heb een beetje hier op mijn hoofd. Maar, ja, oh, hij gaat wel lekker met zijn Annihilator. GG, maat. Lekker bezig. We staan al achter. Dat moeten we even zien te fixen. Teammate, ik kon je jammer genoeg niet helpen daar. Oké, ze hebben een Talon. En dan zit hij weer in mijn rug, jammer genoeg. Ze zitten allemaal erbinnen. Als je nu echt een held bent en je hebt gewoon een goede aim, kan je ze daar pakken. Kom op jongens, ik wil dit niet verliezen. Mijn allereerste Black Ops 3 potje na 2 weekenden weg zijn geweest. Zo. Moeilijk en Nederlands praten, Chesto. Nederlands is een moeilijke taal. En dan ga ik dood door een Marshall. Zit niet mee, hè, jongens. Zit niet mee. We halen nog niet eens 2 KD. Dat moeten we wel zien te fixen, hoor, aan het eind van dit potje.
Mijn doel, we hoeven niet eens te winnen. Maar mijn doel is een 2KD, boys. Moeten doen zijn, vind ik. Moet zeker te doen zijn. Zo even game. Zo. Hij is daardoor gepusht, ik zag het. Jij bent zo'n vieze rik. Ah, oh, er zitten daar ook nog eens. Ze zitten hier de hele tijd binnen. Teammates, kom aan. Pak ze aan. Thanks voor de assist. We kunnen het nog proberen. Als je het niet probeert, gebeurt het nooit. Daarom. Try or die. Hij zit hier. Yep. We hebben hem in ieder geval opgepakt. Yes, jou hebben we. We zijn gewoon wel lekker bezig. Alleen de teammates werken niet echt mee. Zit hier ook gewoon één boven, hoor, teammate. I don't know of je ogen op je minimap zijn gericht. Blijkbaar niet. Oh, hij is weak. Oké, ik heb in ieder geval een UAV nu. Hij zit hierboven. Ik heb een UAV, teammates. Easy. Counter UAV. Oh, zit er nog geen achter. Ah, oh, ja, en dan zit er weer iemand met een Tempest natuurlijk. Het zal ook niet zo zijn dat ik daar niet word gekilled. Echt de grootste, ja, irritantste, laat maar zeggen, special streak is denk ik wel de Tempest. Waarom? Hij is heel erg overpowered. Dat ten eerste. Ten tweede, je kan er alsnog dood gaan als jij in de buurt bent van de Tempest Shock. Wat ook heel erg overpowered is natuurlijk. Maar ik vind hem zelf niet zo chill om te gebruiken. Omdat de oplaadtijd vind ik niet chill. En ik heb liever gewoon zoiets als een site waardoor je lekker kan sprayen. Een 80% kans op dat je wel een killer mee maakt. Maar daar heeft iedereen natuurlijk zijn eigen mening over. Daarom heeft Black Ops 3 waarschijnlijk ook zoveel specialisten. Zodat iedereen wat wils heeft. Kijk, ik hou hier gewoon lekker van. Lekker rossen met die kogels. Hier, ik doe hem nou al weg. Ik weet dat ik op dit moment meer aan mijn MSMC heb als ik hem ga gebruiken. Oh, we staan voor. We hebben jou gewoon nog even daar. We hebben jou ook, teammates. We gaan dit toch niet doen, hè? Het gaat toch niet gebeuren? We gaan dit toch niet winnen? Het zou toch wat zijn? Dan hebben we gewoon een gekke comeback gemaakt. We hebben ondertussen al een 2.5 KD. Dus mijn goal hebben we gehaald. Laten we dan dit goal ook nog even halen. Maken we hier eventjes een mooie double kill. Oeh, hij is gewoon mis met zijn Marshall. Kom op, teammates. We moeten nog maar 2 kills. Alsjeblieft. Als jullie dit nog nou uit handen gaan geven, weet ik het ook niet meer. Nog 1 kill. Daar is die. Nee. Ja. We hebben het gewoon gedaan, jongens. We hebben gewoon dit potje helemaal omgedraaid. En alsnog er een potje van kunnen maken. Zodat we hebben gewonnen. Echt holy shit, we did it. Ongelooflijk, echt waar. Lekker gedaan, jongens. 42-17 is mijn eindscore. Wat net niet de 2.5 KD maakt, maar dat maakt niet zo heel erg veel uit. We hebben het potje niet goed gevonden. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze Call of Duty Black Ops 3 video. Vergeet eventjes niet je blauw duimpje omhoog achter te laten. Dat helpt natuurlijk enorm. Ik hoop jullie morgen om 3 uur weer te zien bij een gloednieuwe video op mijn kanaal. Vergeet niet te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie morgen om 3 uur bij weer een gloednieuwe video. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei!